Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de Broadwallprijs, de 11e koers. De paarden gaan verzamelen. Paarden draaien in. Gaat niet door. Herverzamelen. Paarden rijden opnieuw aan. Maken de volte. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Broadwallprijs. En het is Co Zwageman die onmiddellijk de koppositie voor zijn rekening neemt. Shadai Angel op de tweede plaats. En derde Amber Vrije Nessen. Vierde is QB Bolt. Win aan de buitenzijde van Andrea Starlake. Met anderhalve lengte erachter Spito Kanje. Gevolgd door Unique de Bala. En laatste van het peloton is Shark Attack. En de paarden gaan de laatste ronde in. Onder aanvoering van Frans de Blonk en Co Zwageman. Die zetten het tempo. Shadai Angel op de tweede plaats. In derde positie volgt dan Amber Vrije Nessen. Dan volgt Andrea Starlake. En die wordt gevolgd door QB Baldwin. Zo draaien de paarden dan de bocht door. Met wat verder weg in het veld op dit ogenblik dan Spito Kanje. En die wordt gevolgd door John de Leeuw met Shark Attack. En laatst is Unique de Banaan. De paarden komen de bocht door. Op weg naar de 1300 meter paal. We gaan nu over het zandpad en dat gaat voor alle deelnemers goed. Deelnemers aan de overkant van de baan. Het is eigenlijk een soort draf Grand National met één hindernis die door iedereen goed genomen is. Hoewel op het gras nu een galopade waarneembaar is van... Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Shark Attack is uit de strijd genomen door het draverijcomité. Als de paarden langs het laantje van Jochems komen en richting laatste bocht trekken met nog altijd Co Zwageman, Shadda Angel, Amber Vrijenes en Andrea Starlik. In de ganse pas gaan de paarden. In vijfde stelling volgt dan QB Baldwin voor Spido Kranje. Unique de balans, sluiterij. En zo gaan we dan de laatste bocht in. Waarbij het nog altijd Andrea Zwageman is die het veld op sleeptouw heeft. Co Zwageman is die het veld op sleeptouw heeft. Op de tweede plaats Shadda Angel. Daarachter volgt in derde positie dan Amber Vrijenessen. Dat zijn nog altijd de eerste drie. Dan Andrea Starlake en die wordt gevolgd door aan de binnenkant Spito Kanja. Aan de buitenzijde is het dan Unique de Bala. En ook dichterbij is QB Baldwin. Ja, en die Co Zwageman die gaat gewoon een paar lengte voorsprong nemen. QB Baldwin, dat was een plaaggeest in de vorige koers. Degene die hem bedwong, die zal nu van heel ver moeten komen. Nou, dat doet hij nu ook, want Niels Jongejans die komt vanuit het achterveld met QB Baldwin nu naar voren. Maar Co Zwageman blijft bepaald niet wachten. Co Zwageman die heeft nu 4, 5, misschien wel meer lengte voorsprong genomen op de concurrentie. Shadda Angel op de tweede plaats, dan Amber Vrijenessen, dan QB Baldwin. Maar de voorsprong lijkt groter te worden voor Co Zwageman. Vorige keer werd hij in de close finish geklopt. Hij denkt dat gaat me niet meer gebeuren. En inderdaad, Co Zwageman een halve baan voor. U mag in de handen, dames en heren, want dit is de grassensatie bij uitstek. Dit is Co Zwageman met Frans van der Blonk. Op de tweede plaats Shadda Angel. Daarachter QB Baldwin met verder weg dan Spito Kanje en de rest.